Ja, hallo allemaal, dit is Björn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator Classic, met een Bliefjes natuurlijk. Vandaag, dames en heren, pakken wij de Thalys op het zuiden van Nederland en gaan rijden naar Utrecht Centraal. Goedemiddag, meester, u bent onderweg met deze Thalys PBKA 4301 van Parijs Noord naar Amsterdam Centraal. Echter, door werkzaamheden rijdt u via Hertogenbosch en Utrecht Centraal. Onderweg zult u extra stoppen op station Utrecht Centraal, waar een collega de trein van u overneemt en door u verder ritten naar Amsterdam Centraal. Een hele fijne rit. Goed idee inderdaad. Even kijken, was de... ATB is niet aannemend, toch wel? Let op, de maximale snelheid tot Hertogenbosch is 80 km per uur. Na Hertogenbosch mag je maximaal 130. Oké? Oké, dat is een... bijzonder, want ik kan de... Hoe dat? Ik kan de ATB niet inschakelen op deze manier. Omdat de trein niet stilstaat. Dat is... Oh, wel. Oh, niet uitschakelen. Oh, hij is wel in... Oké, never mind then. Never mind. Ik zat... ik dacht echt dat hij uitstond. Ik dacht dat hij buiten dienst stond. Of hij moet getriggerd zijn dat hij wel aankon op een of andere manier. Maar goed, mij hoor je niet klagen. Even kijken. De cruise... Voor mij staat hij nu al een beetje goed, dacht ik. Oh, hij moet op 60 trouwens. Oh. Want het is tot Hertogenbosch is het 80. En daarna mocht je sneller. Ja, alleen dit is een beetje vervelend dat hij niet heel rap vooruit kan. Maar goed, dat zijn we eventjes. Nou, we rijden nu 80 in ieder geval. Ongeveer 80. En dan gaan wij met deze mooie Thalys gaan wij op weg naar station Utrecht Centraal. Kan ik trouwens wel een... hoe heet dat? Even nog een leuk feitje daarover. Dit gezien toen in het weekend dat ik met Julian en Patrick aan het reizen was. Toen waren er ook werkzaamheden aan de HSL. Die werkzaamheden waren tussen Breda en Rotterdam Centraal. En toen werden de Thalys treinen ook al omgeleid. Dus misschien dat het hier een klein beetje mee in aanmerking komt, om het zo te zeggen. Dus dat is wel leuk. Dus ja, ik vind het wel op zich leuk dat we dit stukje nu morgen gaan rijden. Ik dacht al van waarom... we wouden namelijk dat... Chips. 60, Bjorn. Fijn dat nog eventjes gealarmeerd werd hierdoor. Altijd prettig. Zo. Even release in die handel. En dan is hier nog eventjes inderdaad 60 en kunnen we daarna alweer ergens een keertje sneller rijden. Waarschijnlijk voor een wissel dan, dat we moeten afremmen ofzo. Ik acht die kans wel groot dat het voor een wissel is in ieder geval. Ja, het is wel een wisseltje. Want we hoeven hier niet te stoppen, hè? We kunnen hier gewoon lekker voorbij gaan. Nou, nu komen we weer 80. Niet. Ik dacht, nu kunnen we 80. Nee, grapje, toch niet. Hij schoot weer terug naar 60. Zal ook wel met die... denk met die wissel te maken hebben die hier ergens ligt. Maar daarna kunnen we de leukere snelheden doen. Dan kunnen we 100 en 130 gaan rijden. En ook gewoon direct door dan natuurlijk. Ja, die wissel is weer 60. Top. Oh, ik kan me trouwens nog herinneren. Volgens mij moet ik hem op een...
Ik kan me herinneren dat de voorste en de achterste volgens mij op moesten staan. Nu staat voor mij alleen de achterste. Ja, dit is alleen de achterste inderdaad. Even kijken, welke was dat nou ook alweer? Want nu staat ook weer alleen 8 achter. Ja, dat is een beetje het ding, hè? Dat je gewoon niet zeker weet welke je nou moet hebben, maar... Ja. Tuurt? Wat zijn we aan het doen met tuurt? Oh, de, dit. Oké. Even kijken. Die mag nu op 130. Volgens mij hier zo'n beetje. Zo. Kunnen we nou in één keer door naar Utrecht Centraal in ieder geval. Maar ja, ik weet het niet meer zeker. Voor mij moest ik hem hierop laten staan, dacht ik. En ja. Ik ben ook hier ook heel erg slecht in. In de juiste pantograaf selecteren en dat soort dingen. Oh, wat komt hier aan? Een SLT natuurlijk. Nou ja. Zal ik hem anders op de achterste neerzetten? Dat vind ik, ja... Ja, dit is 8 inderdaad, ja. Misschien dat ik het op... even kijken... Misschien als ik op Dutch Sims even ga, ga spieken. Of ik dan via die handleiding kan achterhalen welke pantograaf ik normaal gesproken hoor te selecteren. Dat zal wel op zich even kunnen, denk ik. Even kijken. Installatie. Zoek op panto. Zoek op stroom. Wellicht hebben ze stroomafnemer gebruikt ofzo. Ja, ze hebben het woordje stroomafnemer gebruikt. Even kijken, dat gaat om de... Even kijken. De 15 kV... Kies op de rechterschakelaar F. Oké, dus hij zou hier in theorie op F moeten staan. Want de 1,5 kilovolt... zou de F moeten zijn. Tenminste, dat heb ik dus begrepen uit de... Oh ja, kijk, hier kan ik me wel eens van herinneren dat zowel de voorste als de achterste op moet staan. Volgens mij is dit de goede stand die ik nu heb. Denk ik. Hoop ik. En anders trek ik het hele Elektra netwerk hier naar de knoppen heen. Maar de 1,5 kilovolt of de 3... De 3000 of de 1500 kilovolt is de F. Dus dat is deze. Voor de 15.000 kilovolt is de D of de CH. Dus dat is hier helemaal, zeg maar. Helemaal aan die kant. En voor de 25.000 kilovolt, of voor de 25 kilovolt, maar zo te zeggen, heb je de F of L dan weer nodig. Wat? Oké. Bijzonder. Dat dat dan zo kan. Dus de F dient voor meerdere functies. Geinig. Maar ja, zo komt de stroomafnemer best nog wel vaak voorbij, om het zo te zeggen. Maar goed, we rijden nu in ieder geval. Wij zijn dus de omgeleide Thalys die vanuit Hertogenbosch naar Utrecht rijdt. En waarbij we dus ja, zo goed als in één keer door kunnen gaan. Wat is de instrumentenbelichting ook alweer? Oh, nee, absoluut niet die. De L? Dat is voor het dashboard. Ik zoek naar de instrumentenbelichting. Maar ja, zie die ook maar eventjes 1, 2, 3 te vinden. Instrumentenbelichting. Er zijn hier zoveel knopjes in dit... in dit hok. Ik kan wel uit Tracing World herinneren dat... kijk, L zit B. Dit is voor de horn. Makes sense.
Headlights. Cabineverlichting. Ja, maar die wil ik niet. Ik wil de... Sander. Ik wil juist de... instrumentenbelichting, maar... Die kan ik even niet zo 1, 2, 3 vinden op de een of andere manier. Caplight. Headlights. Sander. Deze? Desk light. Nee. Headlight dimmer. Nee, ook niet. Ik ben nou echt op zoek naar het knopje voor de... Oh, wauw. Dat ging in één keer de hele andere kant op. Dat was niet de bedoeling. Nou, ik zie ook geen handje hier, zeg maar, waarbij ik iets kan indrukken, weet je wel. Het is 100%... Dit is de desk light. Dit is niet zozeer de instrumentenbelichting. Nou ja. Oh, hallo, de ICNG. Altijd leuk om dat even tegen te komen. Alright. Natuurlijk kan ik nog eventjes wat comments met jullie gaan nalezen. We hebben namelijk... Even zien. We hebben een video gehad van de... Van onder andere een bijzondere combinatie. Dat was met een Trax. Toen trokken wij de Trax. Of nou ja, toen trokken wij de Trax. Toen gingen wij met de Trax en DDZ. Rijtuigen gingen wij lekker op pad. Maar goed, wel even nog even zorgen voor een leuke drive-by ondertussen. Want dat is ook wel leuk om te doen. Oh, dat was per ongeluk de kap. En mijn screenshot van is te laat. Maar daarentegen kunnen we wel een mooie screenshot hier op de brug maken, toch? Zo. Hebben we nu een mooie screenshot op de brug? Terwijl wij lekker verder rijden in de richting van Utrecht Centraal. Even kijken van wie comment nummer 1 is. Bert van Münster. Mooi scenario, Bjorn. Alleen is dit niet mogelijk in het echt. Kan wel worden gesleept als de DDZ defect is geraakt. De lijn Breda naar Roosendaal via Etten-Leur is best een mooi traject. Geloof ik direct, Bert. Al heb ik zelf helaas nog niet gereden op dat traject. Maar ja, misschien komt er wel een keertje verandering in. Maar ik geloof jou in ieder geval direct erin. Thijs Dijkstra, ik vind het best een mooie combinatie. De kleuren en lijnen passen bij elkaar. In andere landen zie je meer van dit soort combinaties. Als de DDZ weer een update krijgt, is dit best een optie, vind ik. Maar wellicht. Ik weet alleen niet wanneer er überhaupt een, ja, nog een update wordt gedaan aan de DDZ. Dat valt nog maar eventjes te zien natuurlijk. Maar het... Even kijken, de laatste trein van Chris die een update heeft gekregen was natuurlijk de ICM, was de koploper. Die heeft een donders mooie update gehad. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar goed, ik weet alleen niet wat Chris zijn volgende projectje gaat zijn. Het zou wel mooi zijn als er nog meer updates her en der bij komen natuurlijk. Daar ben ik zeker ook wel van. Maar we moeten eventjes afwachten. René Gubbels, blieft een super toffe rit. Met de Trax en de DDZ van station Breda naar Roosendaal met als één tussenstop station Etten-Leur. Een hele mooie route. Verder kijk ik uit naar je volgende scenario. Ik ben trouwens afgelopen vrijdag jaar geweest. Oh, gefeliciteerd dan René. Dan was jij op 3 februari was je dan jarig. Gefeliciteerd. Mr. Fishstick. Hey beliefjes, welke add-ons heb je allemaal gekocht om deze route te kunnen rijden? Heel erg veel. Maar even kijken voor het even kijken, zuiden van Nederland, Dutch Sims, even kijken. Welke routes heb je daar onder andere voor nodig? Cologne Düsseldorf, dat is Keulen Düsseldorf, heb je daar voor nodig. En we hebben trouwens een geel sein. Ja, Sturung. Moet even flink remmen namelijk. Zo. Mooi afgeremd. Moet die schermen eventjes 40 rijden. Altijd gezellig.
wel tof dat we in ieder geval op tijd werden gewaarschuwd door de ATB. Dat is wel heel belangrijk. En dan zullen we er net achter komen dat het zijn wat we hebben dan misschien helemaal geen rood zijn is, maar gewoon een bug zijn of zo. Alhoewel. Wel zeker niet. Het is de sprinter naar Den Haag die nog even voor ons zit. Maar ik hoop dat we hem dan zo meteen voorbij mogen gaan. Nou, ik vind op zich ook niet dat je voor elke sturing wat hoeft te zeggen, maar goed. Tuurvrij datum. Oh, kijk. Nou, we moeten nog steeds wel vrij. Wat heeft hij voor ons als idee dan? Moeten wij op die sprinter wachten dan? Lijkt er wel niet op trouwens. Maar nog wel. Volgens mij is dit. Ja. Volgens mij mogen we weer. Ja, we mogen weer vol tractie doorgaan. Alhoewel. Groen knipper. No way. Oh nee, die is niet voor ons, die groen knipper. Nevermind. Mogen we weer op volle snelheid doorgaan. Wij gaan die sprinter voorbij zometeen. Mooi geregeld. Mooie dienstregeling, hou ik wel van. Ja, wij gaan straks die. Die SLT die hier staat te wachten, die gaan wij snoeihard voorbij scheuren. Goeiedag, hé. Dat is die GTW. Ik moet nog steeds een keer die zoonmod wat mee doen, denk ik. There we go. Yes. En door. Moest een heel klein beetje afremmen, maar dat is op zich niet erg. Oké. Om die vraag te beantwoorden voor de. Wacht even, was dat. Oh, wacht even, dat bedoelde hij voor natuurlijk voor, niet voor, niet voor deze, maar dat was voor Zuidwest Nederland. Ik wil eigenlijk de dingen van deze route opnoemen, maar dat hoeft niet. Even kijken, voor deze route heb je 4 betaalde addons nodig. München, Augsburg, Londen, Brighton, Sherman Hill en de Rascal en Cottonwood route addon. Die heb je hiervoor nodig. Voor de rest, wat je voor deze route nodig hebt, is allemaal freeware. Alhoewel. Volgens mij wel. Allemaal dingen van Koa, Chris Trains en dat soort dingen. Die gewoon, als het goed is, gratis op het internet te downloaden zijn. Dus die heb je daar. Die heb je nodig voor Zuidwest Nederland. Niels Jorritsma zegt, leuk gereden, dankjewel. Mr. Flirt, er gebeuren vreemde dingen hier altijd. De gamer zegt, trucks! En Trainspotter David, haha, een DDARZ. Ja, zo zou je het ook nog kunnen noemen inderdaad, ja. OSRM, DDAXX Hype, DAX. DAX. Ja, dat zo zou je het wel kunnen noemen, dat OSRM. Dat is op zich wel een geinige. Een DAX-trein. Nou ja, helaas zal je ze niet heel vaak in het echt zien. Maar goed, dat is dan maar eventjes dat we voor lief moeten nemen, denk ik. Maar op zich niet een hele grote ramp. Of, ik ben trouwens ook, wacht even, voor hoe lang is dit voor jullie geleden bij het opnemen van deze video? Aan 2 februari ben ik ook begonnen met een ander spel. Dat is City Bus Manager. En werd op zich wel vrij goed ontvangen, vond ik. Het is een managerspel, dat sowieso, waarbij je dus je eigen buslijnen en dat soort dingen kunt opzetten. Werd op zich goed ontvangen, moet ik zeggen. Ben ik wel blij mee. Eens even kijken. Want ik ben. Wat ik namelijk doe is die. Hoe heet dat? Ik ben namelijk bezig met. Een beetje hoe de huidige bussen in Hengelo rijden. Om dat een beetje over te nemen. En misschien nog wat extra's aan toe te voegen. Kijken hoe dat in dat spel uitspeelt. Lijkt me op zich wel. Geinig om dat. Ja, gewoon te zien hoe dat in dat spel. In de realiteit, zeg maar. Hoe zich dat uitpakt. Vind ik op zich wel geinig. Nou, als het goed is. Tegen de tijd dat. Deze video gereleased is. Is natuurlijk de vlog van mij en Julian en Patrick. Die is ook online gekomen. En ik moet zeggen dat ik het. Sowieso heel erg gezellig heb gehad die dag. Met. Hoe heet dat? Met die twee heren.
Ze hebben me overal en nergens mee naartoe genomen. Dat hebben jullie waarschijnlijk in de video al wel kunnen zien. Maar ik vind het in ieder geval een zeer geslaagde dag, vond ik het. We hebben het niet gehad over een vervolg of wat voor dingen dan ook. Al denk ik bij mijzelf dat, dat of het nou met of zonder Julian is, dat ik het misschien wel leuk vind om nog meer bijzondere plekken in Nederland te kunnen zien. Of om naartoe te gaan bijvoorbeeld. Dus om te zeggen van nou, we gaan nu een keertje daar naartoe of een keertje daar naartoe. Er zijn zoveel plekken in Nederland waar je eventueel naartoe zou kunnen gaan. Dus ja, why not, denk ik. En hier komen we nog even weer een SLT'tje tegen. Die zie je in Utrecht sowieso best wel vaak. De SLT'tjes. Die komen her en der nog eens een keertje voorbij. Nou, we moeten momenteel nog 15 kilometertjes en dan komen we bij Utrecht Centraal komen we aan. Waarschijnlijk mogen we straks ook nog eventjes 140 rijden. Dat zal gebeuren zodra we in een zodra de vier sporen naast elkaar liggen, volgens mij. In de richting van Houten, zo'n beetje daar. Dan mogen we iets sneller rijden. Het leuke dan van deze ATB is dat je dus niet groen hebt met 140. Nee, we hebben hier dan geel 14 in zitten. En dat heeft alles te maken met dat dit natuurlijk ATB Plus is. En met ATB Plus is jouw maximale toegestaande snelheid 160 km per uur. Zodat het dan iets wat sneller kan rijden in de richting van... voor mij was dat naleiden? Was dat nou naleiden of voorleiden? Ik weet het niet meer even helemaal zeker. Maar dat hebben we natuurlijk ook mooi gedemonstreerd in de video. Dus dat was wel leuk om te laten zien dat je dus een extra ATB lampje erbij had, om het zo te zeggen. En dat de Thalys daarvoor ontheffing heeft gekregen. Dus die mocht ietsje rapper rijden daarmee. Even een firmpie. Moet je nagaan. De mensen zullen wat gezien hebben. Het zal me ook niet verbazen dat, dat er allerlei video's zijn van... Oh mijn god, er zit een Thalys in Utrecht Centraal. Eens even kijken, ik ben trouwens wel benieuwd. Thalys. Ik kan niet typen volgens mij. Utrecht. Even kijken, Thalys in Utrecht. Ja, 1 jaar geleden. Oh, dat valt me dan nog meer. Ik had op zich dan verwacht dat... Want ik zie wel wat video's van de Thalys op Utrecht Centraal, maar... Oh, hier, 5 februari, inderdaad. Een Thalys die dan via Utrecht Centraal omgaat naar Amsterdam Centraal. Maar ik weet dan niet of die ook in Utrecht ging stoppen. Of dat hij gewoon... Het lijkt er wel op dat hij trouwens daar een beetje aan het stoppen is, maar... Mogen zometeen ook onze snelheid verhogen naar 140 km per uur. Op zich ook wel fijn. Nou, je straks weer poep. Of iets dergelijks. Nou, voor mij is ATB. Voor mij is ATB eenvoudige modus. Is automatisch ingeschakeld met dit scenario. Tenminste, dat is wat ik hier een beetje uithaal. Dat de eenvoudige modus is ingeschakeld op deze Thalys. Maakt op zich niet heel veel uit. Alleen ik vind zelf de geavanceerde modus iets leuker. Had ik eigenlijk wel kunnen omzetten toen wij die SLT gingen inhalen, bedenk ik me net. Want we hadden toen toch bijna stil moeten staan. Dacht van, nou ja, had ik dan misschien de ATB geavanceerde modus aan moeten zetten. Maar ja, maakt niet uit. We kunnen hier ook wel mooi mee rijden. Worden wel een beetje door elkaar geschud hier in die passagierruimte. Goeiedag, hé. Ik kan ook even mooi hier zitten.
kunnen helaas niet in de andere stoel zitten, maar kun je dan wel even mooi genieten van het uitzicht. Dat is zo'n houten. Te herkennen aan die mooie glasbak. Om het maar zo even een woord te geven. Duurt. Alleen ik vind het zo bijzonder dat elke keer als je gaat remmen, dat dat ding Sturung schreeuwt. Niet dat, hoe heet dat? Dat Mark A. en dingen DCR er wat aan kunnen doen. Het zal waarschijnlijk in de trein zitten. Maar ik snap alleen niet waarom dat ding elke keer Sturung moet gaan schreeuwen op het moment dat hij gaat remmen. Oh, ik dacht even dat er iets in de verte aankwam rijden, maar dat was niet het geval. I've been bamboozled. Ook wel leuk dat je dit station lekker voorbij kunt scheuren met 140 km per uur. Ik laat trouwens wel even de tractie gaan, denk ik. Dan rollen we hem een klein beetje uit. Dan kunnen we een beetje... normaal remmen eigenlijk zometeen. Ik zet de rem ook vast even op hold. Hold up. Wait a minute. Sturung. Even iets rapper remmen. Nou, ik denk dat dit wel genoeg is zo. Piep, piep, piep. Zo, en dan kunnen we nu lekker makkelijk Utrecht Centraal binnenrollen met deze snelheid. Ik kan ook wel iets sneller gaan trouwens, bedenken we net. Mogen niet voor niks 80. Zo. Hopen dat hij... Ja, prima joh. Voor de zekerheid, je kunt gewoon bidden voor de zekerheid ook gewoon niet te snel rijden natuurlijk. Zie je daar in de verte station Utrecht Centraal. Eén punt van deze trein. U kunt u overstappen op de rest naar Nederland. Gezien Utrecht een beetje een knooppunt is, van heb ik jou daar. Tuut. Is dat op hold? Waarom rem je zoveel? Ik wil zeggen, doe normaal. En dan komen we hier met een klein slakkengangetje. Nou ja, zo ziet het wel een beetje uit. Oh, treinspotters natuurlijk ook. Tralies moet wel op de foto worden gezet. Helemaal mee eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bakken. 10 bakken, dan mogen we best wel even een stukje doorrijden wat dat betreft. Nou, ik vind eigenlijk een beetje bij 8 vind ik op zich wel goed voor de mensen, anders moeten ze zo ver doorlopen. Tuurvrijgave ook nog. Goed, dames en heren, dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie weer kunnen genieten van deze aflevering. Zowel doe dan even een blauw duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer.
En als je graag meer van mijn afleveringen wil zien, kun je uiteraard abonneren op dit kanaal. Nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.